Geweld tegenover medewerkers tolereren wij absoluut niet. Agressie tegen hulpverleners. Deze ontwikkeling lijkt zich door te zetten, ondanks intensieve campagnes. In een spoedpost van het ziekenhuis in Almelo krijgt de agressie gericht op hulpverlening afgelopen weekend een geheel eigen nieuwe dimensie. Uitgerekend een brandweerman die dronken van de fiets is gevallen en wordt binnengebracht op de eerste hulp van het ziekenhuis, brengt de verpleegkundige ernstige verwondingen toe. Ja, een van onze medewerkers op de spoedeisenhulp is door een patiënt flink fysiek toegetakeld. En welke consequenties heeft dat? Dat betekent dat deze persoon de toegang tot het ziekenhuis voor een jaar lang is ontzegd. Daarnaast hebben wij direct ook aangifte gedaan bij de politie. En de rest van de zaak ligt nu bij de politie. Ja, ik ben om te beginnen vreselijk geschrokken. Je houdt dit, als je het hoort, eerst niet voor mogelijk. We zijn zelf hulpverleners. We zetten ons in om het leven van mensen te redden. We zijn zelf soms slachtoffer van geweldacties vanuit het publiek. En dit is wel het allerlaatste wat je wil. In het ziekenhuis ZGT in Almelo was afgelopen jaar sprake van ruim 40 geweldsincidenten tegen verpleegkundigen. Het komt vaker voor dat het zo ernstig is dat wij iemand de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen. Dat gelukkig niet zo vaak. De afgelopen jaar 2 keer. Maar we hebben zo'n 41 incidenten verbaal en fysiek geweld tegen medewerkers van ons per jaar. Het brandweerkorps in Almelo neemt maatregelen tegen de agressieve brandweerman. En dat houdt in dat hij de komende tijd niet meer op de kazerne mag komen en ook niet meer mee mag werken met het werk van de brandweer.